Roy Schuiter was een wielrenner die ik eigenlijk heel goed gekend heb, maar ook tegelijkertijd helemaal niet kende. En ik wilde zo graag weten wat er nou aan de hand was met Roy Schuiter in de jaren dat wij elkaar niet meer kenden. Dat hij in Portugal zat en ik gewoon in Nederland aan het werk was, nog steeds in de wielrennerij. Roy Schuiter was een fenomenale wielrenner, een tijdrijder die de Grand Prix de Nation won, die de Grand Prix Lugano won, die de wereldkampioenschappen achtervolging won. Een man als een plaatje op de fiets zittend en die op zeker moment bij Peter Post terecht kwam in de TR-rallyploeg en daar ook weer vrij snel uit verdween, werd ingeruild voor Dietrich Thurau en daar zo miskend zich doorvoelde dat hij naar buitenlandse ploegen ging. En die Roy Schuiter die aan de Algarve een horecazaak begon, een goedlopend restaurant, en daar ook aan zijn einde is gekomen. Die laatste fase in het leven van die begenadigde wielrenner en die uiteindelijk mislukte zakenman, dat wilde ik in kaart brengen en dat is een zoektocht geweest langs 35 betrokkenen die hem heel goed hebben gekend. En dat heb ik uiteindelijk op papier gekregen en daar is nu ook deze beker uit voortgekomen.